harte welkom hier op het tweede verjaardagsbal van Patrick Sempels. Dames en heren, ik zou toch eens een heel groot en warm applaus willen vragen voor onze goede vriend Patrick Sempels! Zo dames en heren, en zo gaan we jullie niet langer in spanning houden voor deze leuke avond te laten doorgaan. Patrick heeft voor een hele leuke collega-presentator gezorgd. En dames en heren, geef een tafelapplaus hier voor jullie, Ron van Praag! Zo. Onze Thomas, dames en heren, die we straks nog uiteraard een aantal keren gaan terugzien en horen uiteraard. Goedenavond van mij met zwegen. Oei, dat klonk zomaar... Goedenavond! Allemaal en hartelijk welkom hier in de Drie Eiken. En we hebben uiteraard voor jullie ook een hele fijne avond. Muzikale avond, liever tot in de late uurtjes. We hebben voor jullie vanavond topartiesten klaarstaan om u tegen te zeggen. Goed, wie is er allemaal van deze kant hier allemaal? Steek even die hand in de lucht. Ja, van deze streek hier? Ja, toch wel een aantal. Ik kom van een stukje verder natuurlijk. Er gaat een en ander gebeuren. Tweede verjaardagsbal van onze Patrick Sempels. U hebt het gehoord, onze Thomas die heeft het al verteld, lieve mensen. Maar vanavond gaat hij ook zijn splinternieuw nummer laten horen aan jullie. Ja, dat is nog even afwachten. Het is een pracht van een plaats natuurlijk. Hè. Goed, wij zijn klaar voor onze eerste artiest bij te halen van vanavond. En ik moet zeggen, Vlaanderen... Dames en heren, ontdekt altijd nieuwe sterren, nieuw muzikaal talent. En hij is trouwens een van de jongsten die muzikaal in Vlaanderen op vele podia staat, ook tegenwoordig. Dames en heren, verwelkom hem met een daverend applaus. Hier is onze Jelle! Singer, mijn droom!
zijn op dit feest van onze Patrick Samples. Hij is fantastisch. Speciaal zijn reis naar Spanje heeft hij uitgesteld om er vanavond bij te zijn. Even zwaaien, Sims. Hij zal het ook maar doen, hè. Je weet, krijg ik nog iets vanavond. Je weet maar nooit, hè. Kom er even bij. Gaat het lukken? Een oude man moet je altijd helpen. Nee, dat is niet hè. Moet je wel passen, maar dat is niet erg, denk ik, hè. Wil jij even de microfoon of wil jij iets zeggen? Sinterklaas is heel blij dat hij toch nog uitgepolicht is. En misschien kunnen we dan allemaal een liedje zingen en rond samen. Hier zitten toch veel vragen. We gaan allemaal meezingen, maar de muziek wel harder. Voor de Sint en zijn pizza natuurlijk!